Universiteit van Nederland. Hallo luisteraar, welkom in het Quantum Universum. Kijk om je heen, je ziet het niet hè, maar je zit er middenin. Quantum, en dan vooral de quantumcomputer, heeft de potentie om je leven drastisch te gaan veranderen. Van welke medicijnen je neemt, tot hoe we onze gegevens beveiligen. Maar weet jij wat het is? Nee hè? Gelukkig zijn er twee dappere mensen die het aan je uit gaan leggen. Tenminste, dat gaan ze proberen. Sander en Adriaan, succes! Yeah. Welkom bij de allereerste aflevering van de Quantum Podcast. Hi. Aad, we gaan het hebben over kwanten. Ja, fantastisch. Superleuk. Superleuk dat we dit gaan doen. Ja, vind ik ook. Ik heb er onwijs veel zin in. Ja, ik ook. En het is ook heel belangrijk. Ja, want kwantum, ja, dat is helemaal hot and happening. Nederland is een van de koplopers op het gebied van kwantumtechnologie. We willen een beetje de internationale hub worden. En we investeren dan ook miljoenen erin. Omdat we dus denken dat dit in de toekomst heel veel impact gaat hebben op heel veel facetten van ons leven. Wat voor impact dan? Nou, denk bijvoorbeeld aan persoonlijke medicatie die ontworpen wordt op een kwantumcomputer. Of stoffen die ontworpen worden op een kwantumcomputer waarmee je misschien wel CO2 uit de lucht kunt filteren. Oh, dat soort stof. Ik dacht, ja, tapijtjes of zo. Ook, nou, dat zou misschien ook wel kunnen. En denk bijvoorbeeld aan beveiliging. Dat jouw telefoon straks veel beter beveiligd is dan nu. Of juist veel eerder wordt gekraakt dan nu. Omdat je misschien een quantum update hebt gemist. Dus er is heel veel om te doen. Maar ja, het is ook nog heel onduidelijk wat het nou eigenlijk is. Dus ja, iemand moet dat uit gaan leggen. En ik ben van mening, Sander, dat wij twee daar toch wel de aangewezen personen voor zijn. Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Ja, ik heb namelijk onwijs geen verstand van natuurkunde daarop en kwantum. Dus wie beter dan ik om dit uit te leggen, exact, toch? Ja. En nou, jij natuurlijk wel. Je hebt natuurkunde gestudeerd, dus jij weet eigenlijk, voor jou is het de walk in the park. Ja, maar niemand snapt eigenlijk heel goed hoe kwantummechanica werkt en hoe kwantumtechnologie werkt. Dus dat is ook interessant. Oké. Ik ben toch, hè, want ik moest dit gaan doen. Jij zei, kom, we gaan een kwantumpodcast maken. Dus ik ben er alvast even ingedoken, hè, de professional die ik ben. Naar Google gegaan, van alles uitgezocht. En zal ik even vertellen waar ik mee terug ben gekomen? Ja, nou ja, ik ben heel benieuwd. Wat, nou, ik google het eerste hit, Quantum Coach. Ik daar naartoe gegaan, ja, onwijs veel overgeleerd. Ja, logisch. Ja. Quantum manifestatie, ja, daar kan je hele leven in. Ik ben hier ontzettend zelf fan van. Wilt. Ja. Nou, toen daarna even het documentairetje gaan kijken. Ant-Man and the Wasp in Quantum Mania. Waanzinnig. Quantumcomputer, gaan ze naar een kwantumwereldje, komen ze een kwantumvolkje tegen, kwantumfeestje. Dat is superveel, supercool. En daarna heb ik ook nog even doorgegoogeld. Er is zelfs al gewoon een hele winkel waar alles met kwantum gemaakt wordt. Nou, de kwantum. Nou, dit klinkt als hartstikke gedegen wetenschappelijk onderzoek, Sander. Ja, dankjewel. Alleen, het klein probleempje, dit heeft natuurlijk wel allemaal te maken met kwantum. Alleen, dat is ook gelijk een beetje de issue. Vaak hebben dat soort dingen juist niet met kwantumtechnologie te maken. Oh nee? Nee. Nou, de kwantumcomputer wel, maar de rest... Wacht even. Hey, dat is ook zo. Hey, kijk. Aletta, hallo. Hallo. Het is onze hulplijn. Ja, Aletta. Aletta Meijns, maar jij komt ons helpen. Dat is misschien wel goed om de luisteraar meteen even te vertellen. Want er wordt natuurlijk heel veel gepraat over kwantum. Wij zijn het nu al eventjes aan het doen. En jij doet daar onderzoek naar. Jij promoveert bij de Universiteit Leiden op hoe er over kwantum gesproken wordt. Ja, nou, precies. Dus je hebt er heel veel verstand van. Meteen maar even vragen. Hoe vind je dat het gaat tot nu toe? Het is goed dat ik ben aangeschoven. Okay. Altijd lekker. Ja. Ja, dus mijn gedeelte is, klopt niet helemaal. Aad begon ook al een beetje tegen te stribbelen. Nou, kijk, het zit gewoon zo. Luister jij even kritisch mee? Ja, zeker. Okay. In de kwantummechanica kunnen deeltjes tegelijkertijd op dezelfde plek zijn. En dat zijn we niet gewend. Hetzelfde als in een klassieke computer. Een bit is 1 of 0. Maar in een kwantumcomputer kan een bit tegelijkertijd 1 en 0 zijn. En daardoor kun je allerlei berekeningen heel snel uitvoeren. Ja, wacht even, maar ik begrijp hier helemaal niks van. We gaan opeens naar... Stop maar even. Okay, voor deze aflevering is belangrijk dat je twee dingen weet. Okay. De eerste is, in ons dagelijks leven maken we dingen mee volgens de klassieke natuurkunde. De klassieke mechanica. Ja, dus gewoon een gebouw dat rechtop blijft staan en een balletje dat naar beneden rolt. Dat soort dingen, toch? Ja, precies. Ja. Maar voor hele, hele kleine deeltjes, zoals moleculen en atomen en elektronen, daar gelden andere wetten. Namelijk de wetten van de kwantummechanica. Ja. En dat is het eerste belangrijke wat jullie moeten weten. Zei, maar okay. Ben ik niet gevolgd. Ik vind dit best wel duidelijk. Okay. Okay, mooi. En dan het tweede is dat in Nederland inderdaad heel veel onderzoek wordt gedaan naar die kwantumcomputer. Okay. En een kwantumcomputer is heel erg verschillend van een normale computer. Dus die normale computer die rekent volgens de regels van de klassieke natuurkunde. Ja. Ja. Maar de kwantumcomputer die is gebaseerd op de kwantummechanica. Ja. En rekent volgens die principes. Oké. Okay. Wie weet dat dat in de toekomst inderdaad heel veel impact kan gaan maken.
Oké, Alette, als ik het dus goed begrijp, werkt de kwantumwereld met een eigenlijk ander soort natuurkunde dan gewoon de normale natuurkunde, mechanica die we gewend zijn. En een belangrijk gedeelte van het onderzoek richt zich dus op die kwantumcomputer. Klinkt als een hebben dingetje. Kan ik hem in ieder geval bestellen of zo online? Pre-ordertje plaatsen? Waar kan ik hem halen? Nee, dat nog niet. En we weten ook nog niet wanneer dat gaat gebeuren. Maar daarvoor is het wel interessant om te kijken naar hoe het ging met de normale computer. Ja, want waar staan we inderdaad nu met die kwantumcomputer? Hoe zit dat? Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Als we kijken naar de geschiedenis van de normale computer. In 1943 dacht Thomas Watson, dat was de directeur van IBM, dat er in deze wereld maar plaats zou zijn voor 5 normale computers. 5? 5. En nu hebben we allemaal een veel krachtigere in onze broekzak zitten. Oh ja, dat is natuurlijk gewoon je smartphone. Dat is ook een computer. Ja, precies. Ja. Dus wie weet dat met een kwantumcomputer wel hetzelfde kan gebeuren. Dat we over een hele tijd er enorm veel hebben. En wie weet dat die inderdaad wel in je broekzak past. Oké, dus dat is waar we nu staan. Ja. Ja, want die oude computers, ik heb daar wel eens ooit foto's van gezien, die zijn ook vroeger, zeg maar, wat nu in je broekzak zit, dat nam ongeveer een kamer in beslag, toch? Ja, precies. Heel en is dat dan ook zo nu met een kwantumcomputer? Ja, die neemt ook aanzienlijk nog veel. Ja, die past nog niet in je broekzak. Nee. En ze bestaan wel dus al, hè? Dat is wel even goed om te weten dan. Dus ja, toch? Want onderzoek naar kan ook zijn dat ze gewoon aan het nadenken zijn over die computer. En hoe ziet het er dan uit? Je moet denken aan een hele grote koelkast. Ja. En daarin met allemaal draden aangestuurd met je laptop. Oké. Ziet er erin. Maar het is dus niet jouw koelkast daar aan, want daar zitten ook draden in. Voordat jij denkt dat je direct thuis een kwantumcomputer hebt staan. Er zit ook een diepvries onder. Maar, Als jullie er nog meer over willen weten, daarvoor zou ik jullie door willen sturen naar een collega van mij, Carlo Beenakker van de Universiteit Leiden. Dan neemt hij jullie mee door de geschiedenis van de kwantumcomputer. Oh, hij weet dat we komen. Ja, zeker. Oké, fantastisch. Gezellig. Ja. Koffie staat klaar. Carlo, kom eraan. Veel plezier. En terwijl wij plankgas geven naar Carlo, hebben we even tijd om te vertellen waar het allemaal begon. Begin 20e eeuw deed de Duitse natuurkundige Max Planck onderzoek naar hoe de kleinste deeltjes die we kennen zich gedragen. En hij dacht: deze atomen en moleculen gehören niet in gesetzen der klassieke mechaniek. Oftewel, atomen en moleculen gedragen zich niet volgens de wetten van de klassieke natuurkunde. Hoe dan wel? Dat is de kwantumtheorie die hij ontwikkelde en waarvoor hij in 1918 de Nobelprijs voor de natuurkunde ontving. In het megakort houdt deze kwantumtheorie in dat de kleinste deeltjes op de wereld, ook in onszelf, zich anders gedragen dan de dingen die we kunnen waarnemen. Een belangrijk aspect van de kwantummechanica is dat een kwantumdeeltje zich op meerdere plekken tegelijkertijd kan bevinden. Dat noemen we superpositie. En dit is heel moeilijk voor te stellen, want alles wat wij waarnemen kan altijd maar op één plek tegelijkertijd zijn. Vergelijk je moderne computer zoals je laptop of smartphone met een kwantumcomputer, dan zie je iets soortgelijks. Je laptop werkt met transistors die aan of uit kunnen staan, een 1 of een 0, en dat noemen we bits. Een kwantumcomputer heeft zogenaamde qubits of quantum bits in plaats van transistors. En die qubits kunnen 0 en 1 tegelijkertijd zijn vanwege die superpositie. En dat maakt de kwantumcomputer zo bijzonder. En dat is mega contra-intuïtief. Maar probeer het gewoon te accepteren als iets dat blijkbaar zo is. Gewoon een feit. En vanaf daar kan je verder kijken naar wat nog meer mogelijk is. Oké, Aad, accepteren dus. Trouwens, die Max Planck, hè, dat is nog wel grappig, daar weet ik nog wel een leuk feitje over. Die heeft dus Albert Einstein ontdekt en hem geïntroduceerd in de wetenschappelijke wereld. Oké. En die Max Planck was een gebenadigd pianist. En Einstein die speelt dan weer best aardig viool. En het schijnt dus dat zij best wel vaak samen aan het jammen waren. En trouwens ook, Max Planck die heeft ook een zoon gehad. Die heeft nog weer een aanslag voorbereid op Hitler. Oké. Volgens mij dwalen we een beetje af. We hadden het over superpositie en dat in de kwantummechanica een deeltje op twee plekken tegelijkertijd kan zijn. En dat is natuurlijk super moeilijk te snappen, maar je moet dat gewoon accepteren. Want weet je, heel veel dingen in het leven, daarvan weet je vaak niet precies hoe het fundamenteel werkt. Maar toch kun je er gebruik van maken. Bijvoorbeeld navigatie, Google Maps. Jij weet ook niet hoe de algemene relativiteitstheorie werkt. Maar jij kunt ook heel goed alsnog gebruik maken van je navigatiesysteem. Terwijl je dat ook helemaal niet snapt hoe dat dan fundamenteel in elkaar steekt. En zo moet je het ook een beetje zien bij de kwantumcomputer. Nee, dat is ook wel waar. Trouwens, over navigatiesystemen gesproken. We zijn er. Oh, kijk. Daar, dat gebouw. Je bestemming bevindt zich aan de rechterkant. We zijn nog wel het eind weg van het gebouw, dus misschien is het een goed moment voor een instartje. Oké, nog even één ding over die kwantumcomputers, hè. Die zijn dus niet per se beter in alles dan klassieke computers. Dus schrijf je laptop vooral nog niet af. Toch zijn er twee soorten berekeningen waarbij de kwantumcomputer lichtjaren voorloopt.
enerzijds berekeningen van kwantummechanische dingen, zoals het simuleren van moleculen. Anderzijds blinkt de kwantumcomputer ook uit in parallelle berekeningen. Bijvoorbeeld als je de beste route wil weten van Maastricht naar Groningen. Alle mogelijke routes worden dan tegelijkertijd doorgerekend. Dus ja, parallel aan elkaar. En dit kun je dus ook gebruiken om de weg te vinden uit een doolhof. Of de optimale manier om een elektriciteitsnet aan te leggen in bijvoorbeeld Nederland. Maar voordat we dit allemaal kunnen, moeten we eerst zo'n kwantumcomputer bouwen. En dat kost enorm veel tijd en geld. En knappe koppen die dag in dag uit experimenteren. En een van die knappe koppen is Carlo Beenakker. Jij bent hoogleraar natuurkunde. En jij gaat ons alles vertellen over de geschiedenis van de kwantumcomputer. We staan hier voor een soort van constructie. Carlo, ik zie hier een thermostaat. Ik zie allemaal buizen, koper. Zo. Ik neem aan dat dit iets ermee te maken heeft. Ja, dit is een apparaat waarmee 100 jaar geleden een hele lage temperaturen bereikt werd en waarmee de supergeleiding ontdekt is en bestudeerd. En de quantumcomputer die op dit moment in Delft gebouwd wordt, die maakt gebruik van supergeleiding. Dus zeg maar de kiem is ruim 100 jaar geleden, 1911, hier in Leiden gelegd. Oké, okay. En supergeleiding, vertel. Ja, dat is dus een hele verrassende vondst geweest van Kamerlingh-Onnes, 1911. Ja. Daar is ook de Nobelprijs voor gekregen. Die ontdekte dat als je metalen, niet alle metalen, maar de meeste metalen, als je die heel koud maakt, dan gaan ze glijden zonder stroom. Super, super goed glijden, supergeleiding. Ja. Maar goed, dat was 100 jaar geleden. En hij had natuurlijk nooit kunnen vermoeden dat dat effect ook de basis is van een technologie die we nu de quantumcomputer noemen. Daar wist Kamerlingh-Onnes natuurlijk niks van. Dat is echt een recente ontdekking. Maar dat idee van dat dingen supergoed gaan glijden als je ze heel koud maakt, dat is zijn vondst geweest. En hoe is die, neem even die geschiedenis mee, want we zijn in Nederland natuurlijk daar mee begonnen. En we zijn er nu met Quantum Delta NL met 5 universiteiten tegelijk aan het werken. Maar waar is dan de kern? Ja, dan moet je wel een sprong maken. Dus deze concepten die zijn oud, die zijn zeg maar 100 jaar oud. Maar dat je er iets mee zou kunnen in de sfeer van informatieverwerking, computers. Ja. Dat realiseren we ons eigenlijk pas een jaar of 30 of zo, zeg rond 1990. En een van de pioniers die dat opgepikt heeft, is professor Hans Mooi geweest, een collega van mij uit Delft. Inmiddels al lang met pensioen, maar die heeft zeg maar in een heel vroeg stadium, toen nog niemand eraan werkte, zich gerealiseerd van dit is. Hij deed altijd al iets van supergeleiding, hè? Dat was wel zijn vak. Maar je bent altijd toch op zoek naar iets nieuws. En hij zag van, hey, dit zou best wel eens iets kunnen worden. En dus heel voorzichtig was toen het idee 1 qubit maken. Dus 1 zo'n ringetje, zeg maar, dan hopen we er 100 te hebben of 1000. Maar 1 enkel ringetje waar de stroom zowel linksom als rechtsom loopt. Probeer dat dus te maken, stabiel te krijgen. En de wereld ervan overtuigen dat je dat gemaakt hebt. Dus dat is zeg maar in rond 1990 begonnen in Delft. En ook toen al gelukt? Nou, dat is een interessante vraag. Dus dat was wel een soort mijlpaal. Hè? Dus degene die voor het eerst lukt. En dat is, daar is Nederland gescoopt door een Japanner. Dus ja, goed, dat is altijd zo. Je bent niet de enige die dat probeert. Er zijn meer groepen die dat proberen. Dus er is een Japanner, Nakamura, geweest. Die daar als eerste in geslaagd heeft. Maar goed, dat geeft niks. We zaten er kort op en zo. En hoeveel kregen jullie toe? Nou, die subsidie, dat was een subsidie van 15 okay. miljoen euro. Dat is veel, hoor. Dat is echt een groot bedrag. Maar nu is het nog veel meer? Nou ja, nu is het een schaalvergroting opgetreden, waarbij het niet alleen maar 2 of 3 mensen zijn die eraan werken, maar waarbij er 100 mensen aan werken. En dus het bedrag wat we vanuit dat groeifonds, dus ook belastingbetaler geld, daar moet zuinig mee zijn, maar het groeifonds heeft ons 600 miljoen euro gegeven. 600? Oh, dat is wel een schaalvergroting. Sorry Carlo, Sander, Aad, even inbreken. Wereldwijd werd er in 2022 maar liefst 2,2 miljard euro geïnvesteerd in kwantumtechnologie. Vorig jaar iets minder, 1,1 miljard. Maar dit is echt een schijntje van wat het op kan leveren. Slimme mensen hebben namelijk nu al, zonder quantumcomputer, berekend dat er waarschijnlijk 4 bedrijfstakken zijn die enorm gaan profiteren. De auto-industrie, de chemische industrie, de financiële wereld en de levenswetenschappen. En de verwachting is dat de omzet in die sectoren door quantumcomputer rond 2035 met 1,2 biljoen, ofwel 1200 miljard, zal groeien. Als je dan nu ziet dat wij in Nederland investeren in de ontwikkeling van kwantum, dan zit dat eigenlijk qua grootte op het allerkleinste, zeg maar, kwantumniveau. Terug naar het gesprek. Het is niet een raar verhaal. Wel, nee. Het soort gevoel dat we toch voorop liepen en lopen. En dat het dus zinvol zou zijn om hier nou echt op te schalen.
En de verwachtingen zijn ook wel hoog wat dat betreft. Terwijl er ook nog best wel veel moet gebeuren, concreet heb ik het idee. Ja, dus het is, je praat echt over een technologie die van belang zou kunnen zijn, of waarschijnlijk wordt, op de lange termijn. Ja. Lange termijn is dan? Is het dan kijk, over 1500 jaar? Dat vind ik lastig om te zeggen. Maar ik wil wel een parallel trekken. We hebben natuurlijk iets als kunstmatige intelligentie, AI. Hè? Ja. Praat ook al 50 jaar over. Ja. Nou, tegenwoordig weet elke scholier, ChatGPT, iedereen weet dat. Hè? Ja. Dat is in een jaar gebeurd. Een jaar geleden, een jaar geleden had ik er nog nooit van gehoord. Nee. Dus die dingen, die hebben een soort neiging, die technologische doorbraken, die sluimeren, die worden groter. Mensen zeggen, maar is het er niet? Nee, is het nog niet? En dan plots is het en dan heeft iedereen het erover. Ja, en ik denk dat het met de kwantumtechnologie ook zo zal gaan. Dus ik vind het lastig om te zeggen, is het over 5 jaar, is het over 10 jaar? Optimistische mensen zeggen over 5 jaar. Ja. Pessimistische mensen zeggen over 10 of 20 of 30 jaar. En dat is lastig om dat te voorspellen. En wat zeg jij? Ik ben er absoluut van overtuigd dat dit de technologie van de toekomst is. Ja. En ik hoop het nog mee te maken. Dus ik hoop wel dat je echt op een termijn van misschien wel 10 jaar of zo zou kunnen zeggen. Maar nou hebben we er iets. Nou hebben we met een kwantumcomputer iets gedaan. Wat we niet met een gewone computer kunnen. Maar dat is natuurlijk de test. Hè? En wat zal het zijn? Het is bijvoorbeeld heel voor de hand liggend. Ik denk bijvoorbeeld iets aan wat dan heet drug design. En ontwikkelen van geneesmiddelen. Dat gaat nu voor wat heel, heel langzaam en kostbaar. Door een proces wat ze heet dan trial and error. Dus probeer maar wat. Probeer dit, probeer dat. Werkt niet. Eindeloze tests. Ja. Het zou te geweldig zijn als je zou kunnen doorrekenen. Bijvoorbeeld zoals je nu een vliegtuig ontwerpt. Vroeger werden vliegtuigen ontworpen in een windtunnel. Tegenwoordig worden ze gewoon op je computer ontworpen. We weten precies hoe die zich zal gaan gedragen. Ja. Het zou toch fantastisch zijn als je geneesmiddelen, maar misschien ook andere chemische stoffen, op de computer kon ontwerpen. Zodat je gewoon wist, nou, voor die ziekte, voor dat enzym, heb ik dat enzym nodig, dat ga ik zo maken. En ik heb dus een soort droom dat er een toekomst komt waarin dus een hele rits van ziektes, waar we nu zijn van, ja, er is misschien wel een geneesmiddel voor, maar we hebben het niet gevonden. Ja. Dat we het gewoon kunnen ontwerpen, dat die de wereld uit zijn. We hebben natuurlijk bij COVID gezien hoe dat kan. Hè? Als we ons echt maar met de hele wereldbevolking erop storten, dan kunnen we het maken. We hebben ook een beetje mazzel gehad. Ja. Een beetje mazzel gehad. Maar het zou dan fantastisch zijn als dat gewoon bij die hele rits van ziektes, sommige ziektes zijn zeldzame ziektes, er zijn maar weinig mensen die het hebben. Dus geen enkel bedrijf heeft interesse om dat geneesmiddel te ontwerpen. Als je dat gewoon kunt doorrekenen. Ja. Waarom kan een quantumcomputer dat wel? Ja, dat kan. Omdat dus, we praten over moleculen. Moleculen gebruiken de wetten van de quantumfysica, van de quantummechanica. Ja. Ja. Dus de reden waarom we ze niet op een gewone computer kunnen doorrekenen, is omdat een gewone computer helaas niet met de wetten van de quantumfysica rekent, maar met de wetten van de klassieke fysica. Ja. Dus om een molecuul door te rekenen heb je een kwantumcomputer nodig. Ja. Wat ik leuk vind aan deze technologie is, bij mij heet altijd van, oh, technologie, er zal vast ook wel iets heel gevaarlijks mee te doen zijn, terroristen, weet ik veel wat. Nee, kwantumtechnologie is een goede technologie. Het is heel, heel lastig om een manier te vinden waarop je nare dingen doet met kwantumtechnologie. En dat vind ik aantrekkelijk. Dus het is geen verborgen atoomboom of we hebben het niet over vervuiling. Het is een technologie die gaat de problemen van de mensheid oplossen. Dankjewel. Zo, daar zijn we. Hey, welkom back. Terug. Ja, dank je. Alette, jij hebt hier de afgelopen 10 minuten een beetje voor je uit staan staren. Ja, mijn onderzoek is af. Ja, ik moet meegaan. Ja, dat is wel goed trouwens. Nee. Maar zijn jullie een beetje wijzer geworden? Zeker. Ja, het was heel leuk en we hebben heel veel geleerd. Ja, zeker. Nou, vertel. Wat hebben jullie geleerd? Zal ik hem aftrappen? Ja. Ik heb geleerd dat in de kwantummechanica de dingen een beetje anders werken dan in de normale mechanica, normale natuurkunde. En dat een van de belangrijke dingen superpositie is. Dat betekent dat kwantumdeeltjes, de allerkleinste deeltjes, kunnen zowel hier als daar zijn op hetzelfde moment. Dus die kunnen gelijktijdig op meerdere verschillende plekken zijn. En daar begrijp ik echt helemaal niks van. Maar dat moet ik gewoon accepteren. Ja, helemaal goed. Zoals wel vaker in het leven, toch? Ja. Ja. Ik heb geleerd, in het verlengde daarvan, dat een kwantumcomputer niet per se beter is dan een klassieke computer op elk vlak, maar specifiek in 2 soorten berekeningen. Namelijk berekeningen aan modellen die te maken hebben met kwantummechanica, zoals moleculen, dat soort dingen. En ten tweede, in parallele berekeningen. Dus dingen tegelijkertijd berekenen, routes en dingen die met logistiek te maken hebben. Oké. Okay. Ja, en die computer, die kwantumcomputer is nu, waar we met de normale computer ongeveer 50, 60 jaar geleden waren. Dus ik kan hem nog niet bestellen. Maar het zou zomaar in 1 keer een sprong kunnen maken. En ja, als hij er dan eenmaal is, dan gaat het ook los. Ja, en volgens mij is het zo dat we verwachten dat het ook heel veel impact gaat hebben op heel veel vlakken. Maar met name 3 disciplines.
medicijnen, logistiek en beveiliging of cryptografie. Daarin gaan er echt flink wat dingen veranderen de komende tijd. Ja. Dankzij de quantumcomputer. Precies, cryptografie is wel goed om dat te zeggen. Het gaat geen impact hebben op gewoon die mannen die aan de deur staan in de kroeg met zo'n veetje. Dat soort beveiliging nee, precies. Blijft gewoon heel nee, old school. Ik wil dat toch even duidelijk hebben. Hè? Ja. Nee, want heel veel luisteraars die zaten met dat in hun hoofd. Van, word ik er gewoon nog uitgesmeten zonder reden? Ja, dat blijft gewoon bestaan. Ja, helaas. Want er niks aan veranderen. Oh, wat we ook nog geleerd hebben, dat is misschien wel leuk om te vertellen, is dat Max Planck, dat is een Duitse wetenschapper die voor het eerst quantum heeft ontdekt. Ja, die was best wel muzikaal. Die jamde erop los met Einstein. Ja, ik ben er in ieder geval super enthousiast over geworden. Dus ik zou er eigenlijk onderhand wel een keertje eentje willen zien als dat kan. Nou, wat een goed idee. Laten we dat doen voor aflevering 2. Oh, top. Kijk, nou, dat is even lekker ingepland. Ja, die kan je ook al streamen nu. Gewoon ook al. Spotify of je andere podcast app. Gewoon naar de volgende aflevering gaan. Die hebben we eigenlijk al gemaakt. Terwijl we hier zitten. Het is echt niet te maar doen. Maar zijn we nu ook daar in aflevering 2? Daarom. Ja, het is superpositie all over the place. Echt? Ja. Ik vind het sowieso wel superpositie hoe wij nu ook zitten. Ja, absoluut. Ja. Klopt best wel goed. Aflevering 2. Aflevering 2. Luisteren. Hele leuke aflevering. Zie je daar. Ja. Doei.